prachtige steden als Luik, Aken en Hasselt in de buurt. Waar je eigenlijk op zo'n geringe afstand van elkaar zo'n mooi palet van Europese verschillende culturen kan zien. Dat maakt ons wel heel erg bijzonder. Ja, het is wel weer een hele publiekstrekker en op zich is Maastricht natuurlijk een hartstikke mooie stad. Maar wij zijn altijd een Europese stad geweest. Ook wat geïsoleerd natuurlijk van de rest van Nederland. Maar de samenwerking met Aken, Luik en Hasselt en al de gemeentes hieromheen. Ja, die kunnen we nu vanuit historisch perspectief ook weer een nieuwe impuls geven. En daarom zijn we denk ik de ideale kandidaat. Wat zou de betekenis van culturele hoofdstad voor Maastricht moeten zijn? Kijk, het beeld van Maastricht voor heel veel mensen is een beetje de Grand Dame aan de Maas. En dat is een totaal verouderd beeld. Als je nu door Maastricht loopt, dan kom je meer dan 20.000 studenten tegen, waarvan 8.500 de buitenlandse nationaliteit hebben. Niet alleen Duits, maar ook alle andere werelddelen. Cultureel erfgoed, hè? Ik denk dat dat even voornaamst is. Dat vind je in Eindhoven niet. Ja, en Leeuwarden ook. Ik denk Leeuwarden, dat kan ook niet tegen Maastricht op dat gebied. Waarom ben je zo enthousiast over een stel oude gebouwen? Ja, omdat je hier veel mogelijkheden hebt. Als je me vraagt wat er in 2018 moet gebeuren, dan zou ik zeggen, doe hier iets mee. Want dit biedt ongekende mogelijkheden. Het is zo'n ongelooflijk gezellige stad. Als je hier aankomt rijden, waan je meteen in het buitenland. Het bruist, het is gezellig. Dus ja, ik ben verkocht.